Premier Rutte maakte gisteren bekend dat dat wat al veel langer op de loer lag. Ook de detailhandel moet voor de komende 5 weken dicht. In ieder geval de maatregelen worden aangescherpt. Voor ziekenhuizen een maatregel die hard nodig is. We praten met Sophia de Rooij, voorzitter van de Raad van Bestuur van het MST... over de actuele situatie in het ziekenhuis. Goedemiddag, Sophia. Goedemiddag, hallo. Je bent aan de lijn, heel fijn. Dankjewel, welkom terug in de uitzending. Er worden vaste gasten langzamerhand, hè? Ja, helaas zou ik bijna willen zeggen. Ja, dat is waar. Ja, we hopen dat u... Elke keer hetzelfde nieuws. Ja, is het inderdaad hetzelfde nieuws? Want dat was dan een beetje een vraag. Ik hoorde gisteren van Mark Rutte, die zei 1 miljoen reguliere behandelingen die worden uitgesteld. De druk op de zorg is erg groot, het staat op knappen. Is het zo dramatisch? Ja, het is zo dramatisch. Kijk, de eerste COVID-golf, daar hadden we eigenlijk allemaal wel het gevoel van... nou, tegen de zomer aan gaat dat wel draaien. Ja. En van de tweede piekgolf, zo je wilt, hebben we gezegd... dit wordt een uitputtingsslag. Mm-hmm. Want we zijn hier nog wel even mee bezig. In januari komt daar een griepgolf achteraan. Mm-hmm. En we zien toch ook langzaam maar zeker dat we werken al maanden, zeker weken, maar zeker maanden eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben, met grotere aantallen patiënten dan dat ons officieel toebedeeld zijn. Omdat we hier in Twente natuurlijk een diep rood gebied zijn, om het zo maar te zeggen. Ja, dat vergt een tol. We zien gewoon met de dag het ziekteverzuim oplopen van onze medewerkers. Echt met de dag, zeg je. Perspectief is een probleem, zeg maar. Wanneer houdt dit op, hè? Dat laatste is inderdaad een dingetje, Sophia. We hebben geen idee hoe lang dit nog gaat duren. Nee, exact. Nee. Dus we zijn wel, hoe gek het ook klinkt, want dit heeft een majeure impact ook op onze medewerkers. Hè, met ook kinderen die nu thuis zitten. Maar we zijn eigenlijk wel een beetje opgelucht toch dat deze lockdown nu van kracht is. Want we vragen toch al weken aandacht voor de oplopende cijfers. We zien als 11 ROAS-voorzitters, regionaal overleg acute zorg, zien we eigenlijk overal weer de cijfers oplopen. Mm. Dus het kon niet uitblijven dat er iets moet gebeuren, zeg maar. Nee. Maar daarmee zijn jullie zorgen nog niet opgelost. Want ik hoor toch? Echt een... Ik kan me toch van de vorige gesprekken herinneren dat je redelijk optimistisch was, in de zin van... Ik ben van huis uit een aards optimist. En waar ik heel optimistisch over ben, is dat we er wel doorheen gaan komen. Mm-hmm. Maar we zijn er nog niet. We vragen heel veel van elkaar. Maar we vragen vooral dat iedereen nog even volhoudt. En waar ik vorige week in de media ook aandacht voor vroeg, dat we ook gewoon op een respectvolle manier begrip hebben voor dat het voor iedereen heel pittig is. Ja. Maar zeker ook voor onze medewerkers. Ja. Dus ja, we hebben nog maar een keer vandaag ook aangegeven wat zeg maar de regels zijn die in ons huis gelden om er voor onze patiënten en medewerkers een veilige omgeving van te maken. Dat zeg jij omdat je merkt dat mensen het toch lastig vinden om zich aan die regels te houden? Ja, weet je, als we zeggen graag 1 bezoeker, dan is dat niet als het u past 1 bezoeker. Nee, we bedoelen dan, er is ook maar echt plek voor 1 bezoeker. Ja, en dat vragen we niet zomaar. Nee. En op die manier, moet je toch elke keer toch wat duidelijker gaan zijn. Want ook 's avonds, dan zijn er weinig relatief minder verpleegkundigen. En die vinden het ook heel ingewikkeld om elke keer maar weer discussies te voeren met mensen die eigenlijk bij de ingang al kunnen lezen wat de afspraken zijn in ons huis. Ja. Dat moeten we elkaar niet aan willen doen, zeg maar. Nee, dus een heel duidelijke oproep van je mensen. Ja. Hou je alsjeblieft van onze regels. Het is druk genoeg, we hebben het zwaar genoeg. We doen dit voor iedereen. Ja. En ook om het gewoon vol te kunnen blijven houden. Snap ik. Want even richting het perspectief. Hè. We hebben het nu over dat we niet weten hoe lang deze coronamaatregelen van kracht blijven. Maar dat uitgesteld aantal reguliere behandelingen, zal ik maar even zeggen, dat komt daar straks nog eens achteraan, hè? Hoe is de situatie in Twente? Want ik hoorde Mark Rutte gisteren zeggen 1 miljoen, landelijk. Ja. Hebben jullie zicht op hoeveel behandelingen dat hier gaat? Ja, we krijgen iedere 2 weken van de Nederlandse Zorgautoriteit een update waarbij vergeleken wordt met de afgelopen jaren. En dan zien wij inderdaad van de eerste periode zien wij dips in patiëntenaantallen. Mm-hmm. Er is in de zomer ongelooflijk hard gewerkt door alle 3 de ziekenhuizen in Achterhoek en in Twente. Hè, dus in onze ROAS. Ja. Maar we zien nu de aantallen wel weer oplopen. En dan zien we met name ook bij orthopedie. We proberen iedereen zo snel mogelijk op de polykliniek te zien. En ook de urgentie van
He, dus de behoefte, de noodzaak om diagnostiek en behandeling te bieden, die wordt zorgvuldig afgewogen. Dat doen we altijd al, maar nu moet je het gewoon ook afwegen tegen, tegen nog meer zaken, zeg maar. Ja. En dat is moeilijk, want iemand met pijn aan zijn knie, die al 6 maanden op een wachtlijst staat. Ja. Hoe ernstig is het? Voor die persoon is dat heel invaliderend. Ja. Terwijl wij dan zeggen, maar wij kunnen u wel opereren. Maar dan is er geen plek op een revalidatieplek in een verpleeghuis op de GHZ. Ja. Dus ja, we moeten. Het is niet alleen ons ziekenhuis. Druk staat in de hele keten. Ja, ook de verpleeg- en verzorgingshuizen hebben te maken met minder medewerkers die door ziekte zijn uitgevallen. Klinkt zorgelijk. En om wat voor reguliere behandelingen hebben we het vooral? Je noemde net al dan even orthopedie. Dat is botten, hè? Even voor mij. Ik ben een leek. Chirurgische ingrepen, dus orthopedie, de knieën, de heupen, maar ook liesbreuken, oogoperaties, dermatologische ingrepen. Met alles wat de operatie... Wat is dermatologisch, Sophie? Dus huidproblemen, zeg maar. Ja. Dus dat, dus eigenlijk alles wat niet acuut is op operatiekamer en wat niet heel erg acuut is, wordt eventjes terzijde. En dat gaat om mensen, hè. Die mensen die hebben daar zelf... Ja, het raakt ook hun gezondheid. Ja. Dus dat is allemaal heel vervelend dat we dit soort afwegingen moeten maken. Ja, maar het is even niet anders. We hebben gewoon niet voldoende menskracht om alles te doen. Wat iets anders wat belangrijk is, is bijvoorbeeld ook het bevolkingsonderzoek van borstkanker en darmkanker. Ja. Ja, die bevolkingsonderzoeken die zijn verschoven. En daarmee weet je ook dat dat ook wat betekent. Ja. Hè? Want die onderzoeken, die screening is niet voor niks ingesteld. Ja. Ja, en het feit dat ook verschoven wordt, dan weet je gewoon dat volgend jaar ook gevolgen heeft. Klinkt alles bij elkaar. Dus ik denk dat de minister-president dat doet, als je het optelt. Ja. Snap ik. Ja, en dan heb je het over de mensen, jij noemde die bevolkingsonderzoeken al, hè, maar de mensen, dan hebben we het voor een belangrijk deel over mensen die dan in ieder geval nog bij jullie zich melden, of bij een huisarts of zo, die je ziet. Maar er zijn ook mensen die zich denken van, het is zo druk bij die zorg, we melden ons maar niet. Daar roepen we toch voorop, en ook de huisartsen, om vooral wel bij klachten contact op te nemen. Je kan altijd bellen. Er zitten hele goede mensen aan de telefoon die mee kunnen helpen denken of het belangrijk is dat je gezien wordt of dat het even uitstel kan hebben. Ja. Maar het zou heel jammer zijn als je jezelf en je eigen gezondheid ondermijnt door uit angst er overheen te leven. Ja. Dat is niet nodig. Mensen kunnen gewoon telefonisch heel veilig contact opnemen met hun huisarts. Ja, dat helder, snap ik. En ik begrijp die oproep. En ik hoop ook dat mensen hem horen en dat ook echt serieus nemen. Tegelijkertijd, weet je, als we het hier zo over hebben, dan roept dat toch de vraag op. Je kan op je vingers natellen dat dit natuurlijk... ik zeg het maar even heel plat voor zijn kont. Ik wil het eigenlijk een beetje lief brengen. Ja. Maar dat dit mensenlevens gaat kosten. Nou, wat het in ieder geval kost, is kwaliteit van leven. Hè? Want het is een kwaliteit van leven die je van dag tot dag... Nou ja, de gevolgen zullen nog een lange nasleep hebben. Ja. Niet om pessimistisch en somber te zijn. Maar de mensen die COVID doormaken, die zitten ook nog een lange tijd met consequenties vaak. En we weten niet wat voor een impact dat heeft. Nee. Bij alle andere dingen die we ook al ons afvroegen. Hè? De stijgende demografie, minder mensen die werkzaam zijn in de zorg. Nou, dat laatste, dat loopt gelukkig nu wat anders, zou ik bijna willen zeggen. Mm-hmm. Maar nee, het is is het natuurlijk een onzekere tijd. En het heeft niet heel veel zin om alleen maar te doen, denken. Het heeft ook wel wat om van dag tot dag gewoon het beste van proberen te maken. En het met elkaar... toch op een zo goed mogelijke manier te doorstaan. Dus dat doen we ook. Maar het is denk ik wel goed om ook niet weg te lopen van de punten die ik net benoemde, inderdaad. Nee, volgens mij schets je een realistisch, maar geen erg vrolijk beeld. Laat me eerlijk zijn. Nee, het is een beetje de stokdeelparadox, om het zo maar te zeggen. je moet realistisch zijn, maar ook hoop blijven koesteren dat dit ooit een keer voorbij zal zijn. Ja. En dat ze... dat heb ik allebei. Realisme en hoop, laat ik het zo zeggen. Nee, ik vrees dat we elkaar nog... dit is niet om jou, maar ik vrees dat we elkaar nog wel eens een keer vaker zullen spreken. Ja, maar ik wens jullie ongelooflijk veel sterkte toe. En ook van ons uit heel veel respect voor wat jullie doen. En uiteraard bedankt voor alle aandacht. Ja, fijn om even zo van gedachten te kunnen wisselen met elkaar. Goed. Dankjewel.